De eerste editie van het Zwolse Sportgala is een groot succes. Zo'n 750 gasten bezochten geheel in stijl het uitverkochte sportfeest in Event Center Equipe. Tijdens het sportgala werden verschillende awards uitgereikt. Het Landsteden basketbalteam Under 14 werd verleden jaar Nederlands kampioen en daarom verkozen tot sportploeg van het jaar. Sportman van het jaar was Ronald Mulder vanwege zijn gouden medailles op het EK inlineskaten. Sportvrouw van het jaar Kirsten Wild. Zij won medailles op zowel het EK als WK. Beide sporters waren niet aanwezig vanwege sportieve verplichtingen. De titel coach van het jaar ging, tot zijn grote verrassing, naar Wim Mossel. Sportcoach van het jaar, Wim Mossel! We zijn hier eigenlijk vandaag naartoe gekomen om gewoon genieten van wat er gebeurt. En als karateploeg is het eigenlijk al heel bijzonder dat we zo in het zonnetje worden gezet. En dan hebben we gewoon gezegd van nou, ook al worden we het niet, we gaan er wel van genieten. En als je dan als coach wordt gekozen, echt heel bijzonder. Het internationale basketbaltoernooi Basketball Days kreeg de sportstimuleringsprijs, omdat het evenement meer publiek verdiende. Fantastisch natuurlijk en is een toch een soort bevestiging van dat het een goed evenement is wat je hebt neergezet. En dat het ook aanspreekt waar de stad misschien mee verder wil. Ook het gouden sportboek van de gemeente Zwolle werd tijdens het sportgala ondertekend door sporters die een mooie prestatie hadden neergezet. Dat is een heel nieuwe ervaring. Hartstikke mooi. Beloning voor wat je altijd doet. En het was niet mijn eerste keer, maar het blijft altijd bijzonder en mooi. De gasten werden vermaakt met een lasershow, optredens van danseressen en muzikanten als Styx. De eerste editie van het Zwolse Sportgala werd zeer positief ontvangen door de gasten. Ja, hartstikke gezellig, ja. Ja, gezellige mensen, ja, gezellige sfeer en zo. Ja, fantastisch georganiseerd. Je hebt drankjes, hapjes, je hebt niks tekort. Muziek. Tussen de momenten door veel entertainment, dus ik vermaak me op het best. En als ik het zo aanzie, vermaakt iedereen zich wel op het best. Dus prima georganiseerd. Ja, het is denk ik een heel mooi evenement voor Zwolle als stad. Een mooie netwerkavond en ja, gezelligheid. Ja. Ja, ik vind het echt een supermooi initiatief voor de gemeente Zwolle, want het moet er zijn in een gemeente zoals Zwolle. En afgelopen jaar heb ik al gedacht van wauw, ja. Alle gemeentes doen het en Zwolle niet. Nou, dus het is geweldig dat het nu is opgepikt. Ja. Dit mag zeker weten een jaarlijks evenement worden. Ja.